Bij de modulaire strategie is het vooral van belang om goede keuzes te maken. Het is namelijk zo dat we de neiging hebben, zeker in het onderwijs, om alles tegelijk te willen. En daardoor eigenlijk als resultaat op te leveren dat we niets gedaan hebben. Bij strategie in het algemeen, maar zeker in het onderwijs geldt dat het vaak moeilijker is om dingen niet te doen dan dingen wel te doen. Daarom focussen. Als ik zie wat de bezuinigingen allemaal teweeg brengen, wat de kwaliteit van onderwijs allemaal vraagt, dan is het mooi om het bedrijfskundige aspect van deze opleiding te benadrukken. Hoe ga ik efficiënt en effectief om met de middelen en de mensen die dat moeten uitvoeren? Nou, aan het eind van, van dit blok ligt er dus een plan, hè, waarin de visie, de missie en een plan van aanpak, al of niet uitgevoerd, dat hangt een beetje af van in welke fase de cursist in de organisatie bezig is, waarin een mooie lijn is te ontdekken van, nou ja, wat zijn onze stippen op de horizon? Wat zijn onze doelen die we tussentijds hebben uitgezet? Wat zijn de middelen die we daarvoor inzetten? En wie, dat is ook nog een belangrijk aspect, wie betrekken we daarmee? Deze opleiding is bedoeld voor managers, voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs in allerlei vormen en gradaties. Maar ook voor het hoger onderwijs, de managers. Eigenlijk in al die gebieden, dat is het mooie, de opleiding die nu draait, dan zie je al deze facetten terugkomen. En ze zeggen allemaal, geweldig dat dat erin zit. Want nu kunnen we ook zien, die hele leerling zit er als het ware in. En dan kunnen we ook zien wat eigenlijk de opleiding, de onderwijsorganisatie die voor ons zit, of na ons komt, waar die allemaal mee te maken krijgen. En zo kun je je plannen daarop afstemmen. En dat is een ideale situatie voor ons.